Charlotte en met Joris. Charlotte, we hebben iets ontdekt. Kom nu naar je toe. Ik denk dat we die onderliggende compositie duidelijker in beeld krijgen. Want het is niet compleet overgeschilderd. Er zijn beeldelementen, zoals bijvoorbeeld dat kerkje. Daar lijkt niks over te zitten. Maar ook dat is iets wat uit die scan wel duidelijk gaat worden. Klaar. Oké. Naar Appel hadden we nog nooit gekeken. En het eerste schilderij van Appel dat we onderzoeken, zien we meteen zo'n toch best wel serieuze wijziging. Charlotte met Joris. Charlotte, we hebben iets ontdekt. Kom nu naar je toe. Wat die scan ons leert, is dat het centrale figuurtje op dat schilderij een compleet ander ding is geweest. We hebben dit gedeelte van het schilderij gescand, dat witte vierkantje dat je daar ziet. Op basis van die scans zijn we eigenlijk twee dingen te weten gekomen. Eén is wat voor pigmenten zijn er gebruikt, waar. We zien ook best wel complexe pigmentmengsels, met name in de blauwe verf. Ja, en het tweede is dat we onder het oppervlak allerlei compositieveranderingen zien. Hier het kindje in het schilderij, het centrale figuur. Maar als je onder het oppervlak kijkt, dan zie je daar eigenlijk een heel ander figuur onder staan. Dat lijkt eigenlijk op een ander thema waar Appel in die tijd mee bezig was, namelijk uilen. Dus we weten dat die in die tijd bijvoorbeeld hier in het Stedelijk Museum in Amsterdam is die ook bezig geweest echt met uilen. Dus je kunt je denk ik wel afvragen, is dit nou een uil wat we hier zien? Is het nou een schilderij van een kindje, kerkje, beestje? Of is het uiltje, kerkje, beestje? Ik vond het heel spannend om te zien hoe dit schilderij is opgebouwd. In welke volgorde heeft hij zo'n compositie veranderd, aangepast, afgemaakt? Wat Appel doet, is hij verandert dat met een paar kwaststroken. Het takje waar de uil op zit in twee handen. De uil krijgt twee benen en het wordt een kindje. En dat is toch kenmerkend, denk ik, voor Appel uit die periode. Hè, waarin hij op een hele kinderlijke manier opeens iets anders ziet in een bepaalde vorm en dat transformeert. Hey, Charlotte. Ik heb iets gevonden, dat ga jij heel leuk vinden. Moet je even komen kijken. In het stadsarchief ben ik een foto tegengekomen en daar staat iets heel interessants op, wat volgens mij heel erg met ons schilderij te maken heeft. Als je eens even goed gaat kijken naar deze foto, met name even daar, herken je dan iets? Je ziet het al, dat is de onze. Het is gewoon ons schilderij, toch? Op de achtergrond, eigenlijk een beetje zo half achter een tafel, zien we een schilderij staan. En het lijkt wel verdacht veel op het schilderij wat wij het maken zijn. Ja, daar zit wel die vogel. Een opzet, ja, die vogel zien we natuurlijk niet meer op onze... Maar wel een strijplicht, dus je zag gewoon wel een snavel. Ja. We weten inmiddels wat meer over het schilderij, dus we weten ook dat er onderschilderingen onder hebben gezeten. Het moet gewoon ons schilderij zijn, maar dan in een oude opzet, zoals die ooit geweest is. Dan opeens komt die fantastische foto uit het archief, de zolder van Appel. En je ziet elementen in dat schilderij terug die we ook met die scan hebben zichtbaar gemaakt. En dan krijg je het idee, ik zit ook in die zolder en ik zie hoe het schilderij ontstaan is. Dat is echt heel spannend. Ik vind het geweldig, Charlotte. Je hebt hier een soort kleurweergave en ook een klein beetje jouw interpretatie natuurlijk van en de scan en de foto. Dan kom je op zoiets uit. Dat wijkt toch enorm af van het uiteindelijke resultaat. Maar geeft wel heel goed weer wat de eerste variant van het schilderij is geweest. Ja, dat geeft wel echt inzicht in het voorstadium. Ja, hè? En ook een beetje wat er tussen zijn oren gebeurde. Hoe die op zoek was naar wat gaat dit worden. Hè? Is dit een soort lijfje met twee benen eraan? Wordt dat een kindje of ook een uil of toch weer een vogeltje? En uiteindelijk wordt het dan dit.